Wat was de eerste reactie van jouw leerlingen toen ze hoorden dat de school dichtging? Was dat groot feest of... Nou, de allereerste reactie was nog, ja, leuk. Even vrij, we kunnen buiten spelen, we kunnen leuke dingen doen. En dat is begrijpelijk ook dat kinderen dat hebben. Maar ik merk wel, vooral na de maatregelen van gisteren, dat ze er steeds meer zorgen maken. En ik hoor nu ook van ze terug dat ze de school heel erg missen. Dat ze gewoon het samen bij elkaar zijn heel erg missen. En dat ze het heel erg saai gaan vinden op deze manier. Dus ja. Dat is wel omgeslagen de laatste dagen. Ja, ja, het is echt het idee dat je nu nog een aantal weken binnen moet zitten. Niet mag spelen met je vriendjes en zo. Dat, ik kan me voorstellen dat dat niet zo heel erg leuk is. Nee, precies. En jij bent eigenlijk vrij snel begonnen om voor jouw klas online lessen te verzorgen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, de maatregelen werden zondag bekendgemaakt. Toen zijn wij op maandag meteen met mijn collega's bij elkaar gekomen. En toen hebben we bekeken van ja, hoe kunnen wij nu les gaan vormgeven? Hoe kunnen we de lessen gaan vormgeven? Nou ja, iedereen was er gelijk over uit dat we dat online moesten gaan doen, vanuit huis. Dus we hebben die maandag gelijk alles in elkaar gezet. Alles geregeld om dat online te kunnen doen. Weekplanningen voor de leerlingen gemaakt. Het gecommuniceerd met ouders. Dat ging echt heel erg vlot, vond ik. Ja. En toen zijn wij die dinsdag, echt een dag daarna dus al, zijn wij gestart met de eerste online meetingen. En ja, dat doen we nu nog steeds op die manier. En dat werkt echt heel erg goed. Het is echt mooi om te zien hoe flexibel iedereen daarin is. Leerkrachten, ouders, kinderen. Maar ook uitgeverijen van methodes die echt mee willen werken om hier iets moois van te maken. Dus dat vind ik wel heel, heel fijn om te zien. En ik kan me voorstellen dat jij niet dan de hele dag door voor je webcam staat om les te geven. Hoe ziet zo'n dag er praktisch uit? Nee. Mijn dag begint gewoon 's ochtends om 8:30. Want op dat moment ben ik beschikbaar voor de kinderen. Ik geef zelf les aan groep 8. Dus ik heb een groepsapp aangemaakt waar alle leerlingen in zitten. En daar kunnen ze mij, dan kunnen ze mij vragen stellen. Dus dat begint al vanaf 8:30. En dan... vanaf 10:00 heb ik een vast moment. Iedere dag om 10:00, van 10 tot 11 ongeveer, heb ik echt een klasmoment online. Dan loggen alle kinderen in op Google Meet. En dan, nou ja, iedere dag is dan anders. De ene dag bespreek ik de weekplanning. De andere dag is ruimte voor vragen van kinderen. Want ze zitten ook echt met heel veel vragen over corona zelf. Dus daar is ook echt ruimte voor. Ik heb bijvoorbeeld een keer een verhaal voorgelezen. Een andere keer was de opdracht dat kinderen een huis mochten laten zien. Een rondleiding door hun huis. Ah ja. Nou, we zijn druk bezig met het oefenen van de musical. Dat hoort ook bij groep 8. Ja. Dat zitten we ook online. Weet je, zo probeer ik dat echt af te wisselen. Dus niet alleen maar instructie en uitleg geven, maar ook echt dingen die goed zijn voor het groepsgebeuren. En hoe chaotisch is oefenen voor de musical als je dat via de webcam doet met z'n allen? Of gaat dat redelijk? Nou, ik heb wel wat regels moeten afspreken met ze. Bijvoorbeeld ook voor die groepsapp, hè? Want de eerste dag, nou, ik had die groepsapp aangemaakt en na 5 minuten had ik echt al 200 berichten. dus ja, daar heb ik even wat duidelijke regels voor gemaakt. En met Google Meet is heel makkelijk. Je moet gewoon je microfoontje uitzetten en als je iets wil zeggen, dan zet je je microfoontje aan. Ja, dat was de eerste dag even wennen voor ze. Maar ze weten nu al niet meer beter en het gaat echt supergoed. Oké, okay, ja, nou, als groep 8 en mensen het kan, dan moet mijn fractie het ook kunnen. Dus ik zal die tip even doorgeven aan alle Kamerleden van D66. Ja, ja. En bijzonder aan groep 8 is natuurlijk dat ze eigenlijk ook de CITO-toets zouden moeten. Ik weet niet of de juiste school werkt met de CITO-methode, maar in ieder geval een eindtoets moeten maken. Dat gaat ook niet door. Hoe is daarop gereageerd? Nou, eigenlijk vrij laconiek. Dat houdt ze niet echt bezig. Tuurlijk, in het begin was het wel, ja, de CITO-toets gaat niet door. Maar nee, daar hoor ik ze verder niet echt over. Ze maken zich meer druk om het schoolreisje, het schoolkamp aan het eind van het schooljaar, de musical, de meivakantie. Wat ieder jaar probeer ik iets met een artiest te regelen met de groep. Daar zijn ze heel druk mee dat het nu wel of niet door kan gaan. Dus dat zijn eerder zorgen van de leerlingen nu. Ja, ja.